Zo, goeiedag mensen. Ik ben er weer. Die man toch, u weet, oké. Ik ben een beetje moe geworden eergisteren. Niet op iemand speciaal hoor, maar gewoon vanwege de langdradigheid van hoe alles gaat. Dat ding is nu al bijna, is je niet oppas, een maand of zelf langer. En er is nog niks gebeurd, niks gekomen. Dus ik heb besloten, omdat ik wil echt beginnen met mijn nieuw leven. De daad heeft zich plaatsgevonden en ik heb daaruit de gelegenheid gezien om er iets veel groters van te maken in mijn voordeel. En ook in het voordeel van heel veel mensen heb ik gemerkt die de manier van aanpak, mijn kalmte, eye-opener voor ze is geweest om dingen ook anders te gaan aanpakken of vaker kalm te blijven in bepaalde situaties. Nou is de volgorde waarop dingen zouden moeten gebeuren. Eerst sorry zeggen, dan verzoening. En daarna wilde ik komen met mijn verrassing naar jullie toe, waar ik weer een aparte manier, mijn aparte manier van denken wilde presenteren. En dat was de jongens bedanken voor hun daad. Al is het geen goede daad, maar ik wil ze toch bedanken. Want als die daad zich niet had voorgedaan, had ik niet de gelegenheid niet kunnen krijgen om eruit te kunnen halen wat ik vandaag aan de dag heb gehaald. Want vandaag aan de dag heb ik eruit gehaald dat ik de better man ben, or the bigger man. Snapt u? Er is zelf een spreekwoord van namen vernoemd. Zo kalm als ween. Dus ik heb een slogan nu. Kalmte zal je redden. Kalmte helpt levens. Ik heb zelf een wobblehead aan het maken. Nu je dat denkt dat papa zo die op je auto zet. Zo, dan gaat het zo. Alleen dat een reminder is als een symbool om kalm te blijven in het verkeer. Ook voor de agressie van mensen. Weet je, dus ik heb een hele campagne in elkaar gezet. En daarnaast is het ook een voordeel voor mijn kinderen dat wanneer ze ouder zijn, want die video gaat blijven leven. Maar meisjes gaan het ooit inzien tot nu toe hebben we het voor die kleine meisjes kunnen beschermen dat ze het niet zien. Die jongens hebben het wel gezien. Maar op ze gaan het een dagje zien. Dus dan tegen die tijd is het al een hele mooie, tot al een mooie vorm gehad. Die campagne die ik wil gaan voeren. The better man. Weet je, anders denken is hier. Want het is mijn anders denken die ook hiervoor heeft gezorgd dat ik deze video maak. Want ik heb anders gedacht door kalm te blijven. En er heel veel ruik kunnen halen. En gisteren zat ik me te irriteren aan de langdradigheid van alle actoren. Ik ben er debet van. De justitie is er debet van. De plunders zijn er. Dus er steeds samenkomst van omstandigheden zorgen er steeds voor dat het niet uitkomt. Toch? Maar dat gezegd te hebben. Gisteren had ik bloeddruk kunnen krijgen omdat ik me zat te ergeren. Maar ik heb gekozen om die irritatie om te zetten in een goede daad. Die voordeel heeft voor mij. En voor de tegenpartij en ook voor de iedereen die meekijkt, toch? En dat doe ik dan door zo meteen. Ga ik die taxi bellen, dan ga ik bloemen kopen. Dan ga ik het sturen met een briefje dat ik ze bedank. Dat ondanks het niet een goede daad is dat ze hebben verricht. Maar door die daad heb ik nu een leuke image. En die image is the bigger man. Dat ik zelf van, dank u. Dat is hoef ik niet te zeggen, toch? Jullie snappen het al. Maar ik ga nu even die taxi bellen. Want dan ga ik het sturen. En dan ik ga samen. Kijk dan, weer een ander voordeel. Want die taxi die ik ga bellen is 16,90 toertonnen. Een stukje reclame. Ook voor hun. Nog een voordeel. Die mevrouw waar ik die bloemen ga kopen. Weer een voordeel van haar. Dus kijk, zoveel voordeel. Ik kan ook gewoon zitten stressen thuis. Ze hebben me niet gebeld. Dat was er geen voordeel voor niemand. Dus anders denk als. Omdat. Dat is niet gebeurd. Ik heb niet gestresst. Rietje waarom? Meneer anders denken was hier. Simpel. Toen dat ding is gebeurd die dag, was ik kalm gebleven. Weet je waarom? Meneer anders denken was hier. Dus nogmaals, vergeet niet. Kalmte zal je redden. En probeer altijd meneer anders denken of mevrouw anders denken bij je in de buurt te hebben. Ja? Zo niet. Bel mij gewoon op. Dan kan ik je altijd een paar tips geven. En daar sta ik wel echt oprecht open voor. Ja? Dan ga je de taxi bellen. En dan gaan we lekker de bloemetjes kopen. En dan sturen met diezelfde taxi voor de heren. Yes? Oh, gewoon als symbool. Hè? Gewoon als symbool. Want dadelijk gaan jullie denken. Snap je? Dat is er niet. Gewoon als symbool. Want ik kan geen tandjes of zo sturen. Want dadelijk gooien worden. Niet wabo noemen. Maar met die tandjes hebben kuisjes gehad aan je handen. En die zien. Nee, we gaan gewoon naar die plek. En die vrouw gaat geen benoemingen voor me sturen voor verkopen, dat bedoel ik. Sorry. Maar ik zie jullie straks, ja? Tjoe. Oh, mijn mensen, ik heb gekozen. Deze mevrouw heeft me helpen kiezen. Ze zegt, liever neem je deze boeket. Wit. Het wit stelt vrede voor. Dus bij deze, dankjewel mevrouw. Laat me direct betalen hoor. Voordat men me op Facebook zet vast van betalen. Ja. Mensen, ik ben thuis. Ik heb net die leuke bloemen gekocht. Die mevrouw heeft me geholpen. Ik heb voor witte gekozen. Ik heb de taxi net gebeld. Kijk ze. Lekker mooi toch? Het gaat eigenlijk meer om het symbool hoor. Daar gaat het om.
is niet dat je aan het hangen naar bromtje mee aan het bekies, maar je moet wel een eerste stap maken. Oh, en ik heb een leuke tekst erin geschreven. Ik ga het even voor jullie lezen, hoor. Beste heren van bla bla bla, met deze mooie witte bloemen, waarvan de kleur wit vrede voorstelt, toon ik mijn dankbaarheid voor het positieve voordeel die ik heb gehaald uit dit incident. Bij deze doe ik de eerste aanzet tot verzoening. Dat is toch leuk? Ja toch? Dat heb ik met deze, heb ik ze hopelijk gemotiveerd om hun stappen die ze al die ze hebben verzuimd te doen, nog te doen. Maar voor mij, na dit ding ben ik klaar, want dat is wat ik nodig had. Gewoon die closure, dat ik kan sluiten. Want omdat ik niet kan sluiten, anders hoeveel tijd blijf ik stressen om dat ding. En dat is niet goed, want dan kom ik niet op goede ideeën. Snap je? Net als wat ik jullie zeg, ik wil beginnen met die campagne. Ik wil mensen helpen, want nu zie ik dat ik een ability heb die mensen heel goed kunnen gebruiken. Want andere mensen waren of al in de gevangenis, of ze hadden een ongeluk. Dit heb ik al gedaan, ja. Maar ik heb er gekozen om er anders mee om te gaan en kijk wat ik eruit haal. En ik weet zeker dat na dit wat ik nu ga doen, ik weer zoveel voordelen eruit ga halen. Dus hopelijk kan het ieder motiveren dat het maakt niet uit wat voor situatie je bent. Je kan het anders aanpakken op een zodanige manier dat jij, je naaste, iedereen er voordeel uit haalt. Zelf de tegenpartij. Dus, maar je moet wel eerst kalm blijven om dat te kunnen. Hè? Want alleen die kalmte zorgt ervoor dat je op die ideeën gaat kunnen komen. En daarom het spreekwoord zo kalm als ween. Kalmte zal je redden. Oh, en voor alle instanties die misschien een bijdrage willen leveren aan deze beweging die ik aan het bewegen ben, of aan het sturen ben. Dus de beweging van kalmte en mensen die agressiviteitsproblemen hebben, te helpen. Met dat poppetje zo, het symbool, het wobble, dat bubble, die bubble hebt met mijn haar en mijn gezicht zo. En hier staat kalmte kan je redden. Als er misschien eens een of andere stichting is die een of andere bijdrage wil leveren. Now is the time. We can help change Suriname. Want als je heel Suriname zo anders denkt, meneer anders denken altijd op bezoek heeft, toch? Dan gaat Suriname zo anders denken en groeien. En dan wanneer dat alles gebeurt, dan kunnen we de wereld controleren en overnemen met onze anders denken, de manier van zijn. Dus denken jullie eraan, dat picture is zo groot. Niet ieder gaat het kunnen zien, want bepaalde mensen kijken met twee ogen, bepaalde hebben maar één, maar er zijn mensen als mij die met drie kijken. En de derde oog is je verstand. Dus ja, laat me even feedback horen van de mensen, vooral de mensen met drie ogen. Dus ja, let me know, let me know, let me know.